ben ik bezig met werk. En dat is jammer genoeg niet in mijn atelier aanwezig. Mm-hmm. Dat is allemaal geëxposeerd. Zowel bij de Kunstatelier in Amstelveen momenteel. Als bij Artje Home op de Amsterdamse Weg. Waar 26 schilderijen hangen. En een expositie in Wijk Beduursteden. Waar werk van me hangt. Dus wat hier is, is nog wel veel. Maar niet mijn laatste werk. Niet het meest recente. Het meest recente. Nou wil dat niet zeggen dat het meest recente het beste werk. Dat, zo werkt het ook niet. Hè? Want het is allemaal natuurlijk dat je, je verandert als schilderend. Dat is gewoon zo. Je kijkt wat er nog verder is. Hè? Achter de horizon. Want dat is juist het doel van schilderen. Dat je nieuwe vormen, nieuwe kleuren probeert. Dus ik heb een grijze periode gehad en in het begin een wilde periode. Was je zelf ook in een wilde periode? Min of meer wel. Kijk, het is zo, ik heb een gezin met 3 kinderen. En die jongens waren toen inmiddels de deur uit. En ik kwam in rustige vaarwater. Qua zorgen voor dit en dat. Dus toen had ik meer tijd voor heel veel andere leuke dingen. Onder andere het schilderen wat ik graag deed. Wanneer is iets af? Dat is ook altijd zo'n vraag. Ja, nou, je kan er wel overheen blijven schilderen, dat lijkt mij. Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen, maar je zit in stilte. Het is, je bent helemaal de diepte eigenlijk ingegaan om... En je voelt intuïtief aan, nee, dit kan niet, dit kan wel. En zo loop je maar heen en weer, want ik heb daar dat stoeltje staan en daar mijn doek. En dan is precies de afstand dat ik het goed kan beoordelen. Okay. En dan zo ben je de uren bezig, de tijd gaat voorbij zonder dat je het weet. Tot er ineens iets gebeurt en je denkt, yes, dit is dat is goed dat ik dit weggehaald heb en dat neergezet. Zo werkt het eigenlijk. En ineens voel je... Tot hier en niet verder. En dan moet je het laten staan, zo doe ik het althans. En dan de dag daarna, wanneer ik terugkom, of ik neem het mee naar huis, dat ik het 's morgens kan bekijken. Dan pas zie ik, als ik ineens binnenkom, dan kan ik zeggen, ja, daar moet ik van afblijven. Of nee, ik moet nog verder. Het is eigenlijk een soort meditatie, noem ik het wel eens. Mm-hmm. Want dat vind ik hoor, dat zullen niet alle mensen zeggen die scheppend bezig zijn. Maar het lijkt me dat het met een boek schrijven en muziek, enzovoort, enzovoort, dat toch erbij aanwezig moet zijn. Een soort diepgang erin, hè? Dat je toch even los bent van alle dagelijkse sleurdingen, enzovoort, enzovoort. Zo werkt dat eigenlijk. Maar dat zal niet voor iedereen zo gelden natuurlijk, want als je heel anders werkt, dan is het puur berekenend, hè? Dan moet je natuurlijk alleen maar met dit doen. Ja, maar van mij komt het natuurlijk verstand. Ja. Maar ik vind dat, natuurlijk komt dat er ook, want je zit toch wel af te wegen. Maar het gevoel, dat is toch... Het belangrijkste. Ja, vind ik wel, Je moet ook leven van je werk. Was maar waar. Nou, dat kan ook absoluut niet. Hè. Okay. Dat kon eerst wel. Nee, het is namelijk zo. Ja, het is toch wel... Okay. Mijn man is ziek geworden. Dat is al weer nu ruim 10 jaar geleden. En vanaf die dag is natuurlijk gelijk, was het... Toen had ik weinig tijd om te schilderen. Ging mijn man voor... En toen, ik zat in die tijd eigenlijk in heel Nederland zo'n beetje bij die kunstuitleenorganisaties. Dus ik kon er echt van leven toen. Maar dan praat ik wel over ruim tien jaar geleden. Mm. En mijn man is 2 jaar geleden overleden. En ik heb nu dat atelier gelukkig gekregen. Toen heb ik van 3 plekken alles weer terug laten komen. En zo ben ik weer begonnen. Maar ik ging wel tussendoor met collega schilders... dat we een boerderij huurden en dat we met z'n allen gingen schilderen toen mijn man ziek was. Mm-hmm. En, dan vroeg ik of de kinderen en vrienden Jan bezochten. Mm-hmm. Zodat ik toch telkens een weekje ertussenuit kon. En dan heb ik toch nog gewerkt en geëxposeerd in die tijd. Goed gedaan. Dus, maar en nu ben je weer fulltime bezig. Ja. Toen mijn man ziek werd, heb ik dit schilderij gemaakt. Het hangt altijd bij me thuis. En... Nou ja, dit is voor mij het verpleeghuis geworden. En toen mijn man overleed, is deze ook op de rouwkaart gekomen. Ja. Maar dit vind ik heel leuk als dat... Ja, ik vind het zelf een mooi schilderijtje. Hoor. Misschien vinden andere mensen dat niet, maar... Je mag er... Ja, het is natuurlijk wel zo dat mijn werk over het algemeen... Ja, je het steeds op een ander been kan zetten. Dat je niet goed ziet, wat wordt er nou precies bedoeld? En dat is ook wel wat ik eigenlijk wil hoor in mijn werk. Dat het niet altijd duidelijk, dat hoeft niet, nee. Dan haal ik het weer weg als het te duidelijk is. Leuk. Ik heb een hele serie kleine schilderijtjes ook gemaakt. Kun je goed werken? Want ik neem aan dat je daar schildert als je zoveel beelden om je heen hebt.
Ja, dat kan. Ja, dat kun je voor afsluiten. Dan heb ik alleen dit op het netvlies. Dat is goed. Dat is de olieafdeling. Ja. En dan heb ik daar de acryl. Zie je? Dat is de. Dit is Cuba, dat is wel duidelijk. Dat was heel interessant. Ik was met mijn zoon in Cuba en we gingen naar, want dat wilde ik graag, naar de varkensbaai, hè, waar toen de oorlog dreigde te ontstaan. Toen waren met z'n tweeën met een auto, een gehuurde auto uiteraard. En daar liepen over de weg, in de stralende ondergaande zon nog, duizenden, miljoenen rode krabben. En daar scheen de zon op. Toen bleek achteraf, wat wij meegemaakt, was één keer in de zoveel tijd, dat is het zeker, een bepaalde periode, dat die krabben van de zee naar het land gaan, of andersom. En dat was zo bijzonder mooi. Ja, dit is een prototype van een ontwerp wat ik gemaakt heb voor een lange gang. Ik ben altijd bezig in mijn werk met ruimtes en ruimtelijkheid. En dit is een ontwerp voor een universiteitsgebouw of zo. Heb je van die hele smalle lange gangen. Daar kan je eigenlijk geen kunst op hangen. Mm. Want voor een grote schilderij moet je eigenlijk achteruit stappen. Yeah. Dus je moet het meer beleven dan zien. Maar eigenlijk moet je hem zien als iets van 1,06 meter lang. En dan loop je daar dus langs en dan kleurt hij als het ware de hele gang in een soort onderwater gevoel krijg je dan. Tijdens de atelierroutes dan laat ik de filmpjes zien. Ik maak filmpjes voor een project van Marion Bloem. Die heeft op Facebook een project over freedom. Freedom project. Zij heeft een gedicht geschreven. Mm. Ze vraagt dus andere dichters en schrijvers om dat gedicht te vertalen. En inmiddels is het al in iets van 120, 130 talen vertaald. Latijn, Indonesisch, Swahili, noem maar op, in allerlei talen vertaald. En dan vraagt ze dus kunstenaars om daar filmpjes bij te maken. En ik heb dus een paar van die filmpjes gemaakt bij vertalingen. Daar staan dus die dingen voor, om die verschillende filmpjes te kunnen laten zien. Ik leef als het ware van lesgeven en van portretten in opdracht maken. Okay. En waar ik nu mee bezig ben, is het vrije werk. En in het vrije werk ben ik dus ook op zoek naar naar ruimte. Mm-hmm. En dat zie je dus vooral hier in de boeken. Hoe abstract ruimte kan worden en dan toch als ruimte blijft voelen. En met de schilderijen, wat je hier ziet staan, dat is ook een experiment. Daar ben ik aan het proberen om als het ware de vorm uit het doek te krijgen. En ik ben hier dus een paar maanden mee bezig met die experimenten. Ik ben dus nog helemaal niet zeker van. Jullie zijn eigenlijk de eerste die het zien. Maar het is ontzettend leuk voor jezelf ook om met iets heel nieuws bezig te zijn. Waar je weer nieuwe oplossingen moet gaan zitten verzinnen voor dingen die zich aandienen. En hier zie je bijvoorbeeld eentje hangen. Dus uiteindelijk komt het dan ook nog helemaal los van het doek. Hier hangt hij dus als losse vorm. En dan is hij wel weer beschilderd, net als die boeken die ik je straks zal laten zien. Dus ook weer een ontstaan vanuit een experiment. Dit zijn verschillende stukken gekleurd papier. Oh ja. Beschilderd papier. En als je die over elkaar legt, dan krijg je dus al die vormen, die gelaagdheid en die kleuren die door elkaar heen gaan werken. En dat zit hier inderdaad ook in. Dit zijn allemaal losse stukken papier. Ik weet niet of je aquarellen kent, aquarelleren kent. Maar als je dus daarmee verschillende lagen over elkaar legt, dan krijg je ook de onderste lagen blijf je zien. Mm-hmm. En dat vind ik zo mooi van dit. Als je het zo neerzet is het ook interessant. Rug is zo ontzettend eerlijk. Een rug is gewoon een bescherming en een prachtige vorm gewoon die altijd eerlijk is. En iemands rug zegt dat niet ook zo, maar of iemand gebogen loopt? Of, Ja, dat zegt natuurlijk ook. Deze rug komt dat neutraler over. Terwijl een rug waarin je denkt van jeetje, wat heeft iemand een zwaar leven gehad. Ja, dat kan ook nog weer heel veel over iemand vertellen. Ja. Ja, inderdaad. Het moet niet anekdotisch zijn. Dat is eigenlijk in al mijn werk. Ook in de portretten, of zelfs de portretten in opdracht. Het moet ruimte hebben, hè? Een tijdloosheid hebben, alles. Het moet een beetje lucht krijgen. Ja, precies. Dus zo gauw het iets van een anekdote krijgt, dan wordt het vastgepind. Dan gaan mensen daar gedachten bij hebben en dan wordt het inderdaad vastgezet op die plek, in de tijd, in de ruimte. En dat probeer ik dus juist bij alles niet te doen. Dus te voorkomen. Nou, ik zal even iets laten zien over de boeken.
Kijk, dit was eigenlijk een voorloper van die ik straks laat zien. Maar het is een doorlopend schilderij. Ook gewoon een ruimte. En het is een certificaat van echtheid. Mooi, hè? Ja. Dus je kunt dan een pagina kiezen. Een interactief kunstobject. En dan kun je hem zo neerzetten. En dan loopt hij dus helemaal zo door. Mooi. Nou, ja. En het hele boek kun je natuurlijk ook de andere kant op lezen. Dan krijg je weer een heel ander effect. Ja. Deze zijn langer. Deze is dus gebonden hier. Uh-huh. En deze is niet gebonden. Deze is open, dus gevouwen. En hier zie je al dat ze neergezet worden op een standaard. Dan kun je dus iedere dag een andere pagina voorzetten. Je kunt het zo open neerzetten, met iets ervoor of zonder iets ervoor. Een beetje de nadruk leggen op bepaalde kleuren waar je zin in hebt. Kijk, ja, je bekijkt zoiets natuurlijk gewoon per pagina. Hè? Maar het is gewoon heel leuk om te weten dat landschap ergens naartoe gaat en ergens vandaan komt. Hè? Dus ontzettend leuk zo'n pagina, dat je weet uiteindelijk komt dat hier vandaan. Kijk, nou, ineens gebeurt er iets heel warms. Er komen hele stevige dingen in. Mooi. En ja, het leuke van zo'n boekvorm is, het is heel persoonlijk. Hè? Een schilderij hang je op en dat kun je vanuit alle kanten bekijken. En 10 mensen tegelijk kunnen het bekijken, 100 mensen. Maar een boek is iets heel persoonlijks. Ja. En verandert het, hè? Zo valt het weer helemaal weg, die glans. En het is dus een heel lang schilderij. Dus op deze tafel maak ik dat. Ja, dat moet ook in één keer geschilderd worden. Dat is ook heel leuk tijdens het werk. Dan ben je hier bezig en dan... moet je dus echt doorlopen om de rest te doen. En je bent echt, een schilderij is dit echt waar je bij moet lopen om het te kunnen maken. En ook weer het toeval laten meespelen. He, dus je moet eigenlijk met dit soort werk niet te veel nadenken. Je moet gewoon aan het werk zijn. Maar als je te veel gaat nadenken, dan ga je misschien denken van... oh, het is wel erg mooi als ik dat nog doe of zo. En dan wordt het bedacht en wordt het vervelend. En je kan hem dus zo neerzetten, hè? Wat ik net liet zien. Dan heb je iedere dag kan je een andere en andersom neerzetten. Heel anders. Nou is het ineens water of zo. Ja. Dit is ook wel leuk. Dat portret van Willem. Een portret van Willem is dit. En hierbij gaat het dan niet om het gezicht, maar het gaat om het zitten. Dus echt het lekker relaxte hangen en zo. En het verdwenen zijn in je eigen gedachten. Waardoor het lichaam ook doorzichtig wordt. Mm-hmm.